Ik ben vooral trots op de mensen die elke dag bezig zijn om vervoer van personen en goederen slimmer, schoner en veiliger te maken. Als we ons reisgedrag niet veranderen, staan we in 2040 met z'n allen stil. En om dat te voorkomen, moeten we vaker thuis werken. Of de fiets of de bus pakken. En als die bus dan elektrisch is, scheelt het ook uitlaatgassen en geluid. Daarom ben ik er trots op dat vanaf volgend jaar in de Gooi-en-Vechtstreek alleen maar elektrische bussen rijden. En in de rest van Noord-Holland is nu al ruim 2/3 van alle bussen elektrisch. Met de menukaart Duurzame Mobiliteit hebben we een overzicht gemaakt van concrete maatregelen die gemeenten kunnen nemen om Noord-Holland ook in de toekomst bereikbaar en leefbaar te houden.